Vanuit het kleinhandelsgebouw in het Sommelsdijk heet ik u welkom in de huiskamer. Mijn naam is Andrea Stribos en mijn gast is Berend-Jan Bruggeman. Welkom, Berend-Jan. Je mag ook jij zeggen. Dank. Voor deze ene keer. Berend-Jan, wil je iets vertellen over jezelf? Wie ben je? Waar woon je? Wat doe je? Nou ja, ik ben Berend-Jan Bruggeman, woon in Oude Tongen. En ben 49 jaar ondertussen al. En ja, ik ben sinds 1 jaar wethouder hier op Goeree-Overflakke. Ai. Ja. En ik mag je zeggen. Dat mag hoor. Dat vind ik leuk. Dat vind ik, nou voel ik me toch heel wat. Hé, en je bent dus geboren en getogen hier? Nee, ik ben op mijn 8e ben ik hier komen wonen. Op een boerderij tussen Oude en Nieuwe Tongen. Mijn moeder is wel oorspronkelijk van Flakke. En ja, we wonen in Doekse Waard en uiteindelijk zijn we hier komen wonen. En ik heb een Nieuwe Tong op de lagere school gezeten. En later in Middelharnis, de middelbare school. Dus eigenlijk ben je wel inwoner van Flakke. Jawel, jawel. Ik vind van wel. Ik vind van wel. Hey, en je bent wethouder. Dat is nogal wat, denk ik. Ja, dat ben je ineens. Dat is niet wat je eigenlijk een vooropgezet doel hebt. Ik had gewoon een baan, wel altijd geïnteresseerd in de lokale politiek. Ik was ook lid van de lokale politieke partij, Vitale Kernen. En nou ja, wel een keer gezegd van, zou het eens een keer voor gaan doen, dan zou ik op zich het wethouderschap een hele mooie functie vinden. Mm-hmm. Maar ja, wij waren maar een kleine partij, hadden drie zetels. Dus ja, dat was eigenlijk nog niet echt in vragen, zeg maar. Totdat de verkiezingen kwamen en we het ineens waanzinnig goed deden. En met 6 zetels tevoorschijn kwamen. Ja, toen gingen we de gesprekken aan en dan ben je natuurlijk ineens een serieuze gesprekspartner, zeg maar. Ja. En daar zijn we uitgekomen en met een coalitie gevormd. Waarin Vitale Kernen ook een wethouder mocht leveren. Ja, toen zei ze, ja, nou, je had je vinger opgestoken en nu zou je moeten ook. Oei, dus, en moest je er lang over nadenken? Nou, ik heb er wel nog heel even over nagedacht, want ik had gewoon een hele goede baan bij de gemeente Rotterdam. Als controller, business controller in het sociaal domein, voor werk en inkomen werkte ik daar. Ja. Nou deed ik dat ook al 5 jaar, dus ik zat ook wel een beetje van, misschien is het, meestal doe ik na 5 jaar wel weer wat anders. Dus op zich kwam het moment wel goed uit, maar toen heeft de gemeente Rotterdam ook gezegd van joh, wij vinden het belangrijk dat er mensen zijn voor het lokaal bestuur. Dus wij geven ook gewoon een terugkeergarantie. Jij gaat dat doen, ben je klaar, kom je gewoon weer terug bij de gemeente werken. Dat is wel heel makkelijk gemaakt. En de gemeente Rotterdam is zo groot, die kunnen dat ook gerust doen, want er zijn altijd, zoeken altijd mensen. Dus ja, dat was op zich voor mij natuurlijk wel een hele vermakkelijking in besluit om dat gewoon te gaan doen. Ja. Ja. Een grappig verhaal hier. Ja. Ja. Dus je had niet zoiets van later, hè, als jongetje, later ga ik in de politiek? Nee, wel had ik op een gegeven moment het idee van ik wil graag in de gemeenteraad. En dat kwam ook, ik zat vroeger bij de lokale omroep van Middelharnis. En daar deed ik al de verslagen vanuit de raad. Na de raadsvergadering vraag ik nog een interviewtje met de raadsleden. Toen had ik wel zoiets van, nou, het democratische proces is toch wel heel leuk als je daarin in mee mag beslissen. En uiteindelijk is dat tot stand gekomen toen een keer een fractieavond van de Vrije Lijst Oost-Flakke, want toen was het nog waren we nog een paar gemeentes. Daarvoor hadden we een burgeravond gehad en dat ging over het bijzondere bijstandbeleid. Toen werkte ik nog in de gemeente Roosendaal, maar daar zat dat ook in mijn takenpakket. Dus ik dacht, ja, als we in mijn eigen dorp erover gaan hebben, dan ga ik meepraten. Ja. En toen zat ik met Peter de Vries aan tafel en die zei, ja, maar je hebt er wel... Ja, een beetje kijken op. Ik zei, ja, maar dat is mijn dagelijks werk. Dus zeg maar, wij zijn maar een kleine lokale partij. Zou je niet eens een keer ons gewoon wat uitleg willen geven over dat onderwerp? Nou, er kwamen nog een aantal begrotingen voorbij op die avond. Nou, daar kon ik ook wat over zeggen, omdat mijn achtergrond is bedrijfseconomisch. Kortom, de klik was tegelijk en de onderwerpen vond ik interessant. Dus ja, de volgende fractievergadering maar weer gegaan. En toen was ook op een heel korte termijn al de verkiezingen. Toen zei ze, wil je op de lijst? En toen deed de Vrije Lijst Oost-Flakke het ook heel goed. Ja. En toen stond ik 4e. Maar toen kwam er een wethouder, dus we schoven eentje door. Dus, en toen zat ik het ineens in de raad. Dus toen, en dat vond ik echt 2 jaar gedaan, want daarna kwam de herindeling.
En dat vond ik echt een hele leuke periode om te doen. Want je praat wel gewoon, wat gebeurt er in jouw omgeving? Ja. Hè? Wat gebeurt er in jouw gemeente? Ja. Dus ik vond dat heel leuk. Alleen ja, toen hebben we de vrije lijst, die werd natuurlijk samengevoegd met een aantal andere lokale partijen. En toen was ik net begonnen in Rotterdam in een nieuwe functie. En toen had ik zoiets van, nou, ik hoef niet zo heel hoog op die lijst. Want ik had mijn handen vol toen aan die baan. En toen hadden we inderdaad maar 3 zetels, dus toen hebben anderen het keurig ingevuld. Maar ja, goed, nu is de situatie ineens anders. Ik ben hier overigens ook nog wel even geïnstalleerd als voor de raad, want ja, ik was al wel gekozen, maar nog niet in het wethouderschap, Nee. Dus ik heb nog even 1 of 2 vergaderingen als raadslid meegemaakt. En toen was je ineens wethouder. En dan ben je ineens wethouder. En dat ben je nu een jaar? Ja, ik ben nu een jaar, ja. En? Bevalt het? Nou, het is heel leuk. Ja? Het is heel divers. Niet alles is leuk, maar dat is in iedere baan natuurlijk zo. Want er zitten ook best wel een aantal pittige onderwerpen. Ja, die gaan we zo behandelen. Dus nou, okay, dus, maak je borst maar nat. En ja, goed, daar stap je wel ineens in. Terwijl je andere onderdelen, kijk, zonder onderdelen, werk en inkomen, ja, daar heb je jaren in gewerkt. Nou, ja. Dan weet je wel hoe de hazen lopen. Maar op sommige onderwerpen moet je echt helemaal, toch echt in de dossiers duiken. Ja. Dus het heeft me wel heel veel tijd gekost even om op vlieghoogte te komen. En uiteindelijk, nu na een jaar, kan je wel zeggen dat je dat wel bent. Maar daarnaast, ja, ik gelukkig heel veel onderwerpen. Buiten het sociaal domein, sport, cultuur, maar waar ook weer heel veel vrijwilligers bij zijn, in meewerken in onze gemeenschap. Dus als er iets te doen is, ga ik er ook graag heen. Dus dat betekent ook 's avonds vaak op pad. En, kortom, de tijdbesteding is fors. Ja. Maar ja, goed, het geeft nog voldoende voldoening om het wat zo maar fijn te zeggen. Ja. Is het zoals je verwacht had of toch weer anders? Nou, het is wel een beetje zoals ik verwacht had, maar dat komt omdat ik natuurlijk heel lang voor gemeentes heb gewerkt. Ja. Dus ik heb die gemeentelijke ervaring. Dan weet je ook dat het niet zo is als jij binnenstapt en je doet knip met je vingers, dat heel de wereld anders is. Nee. Dat heeft allemaal zijn tijd nodig. Zou je ook en niet dat, willen, toch? Nee, zo werkt het nou eenmaal niet. Nee. Maar ik weet ook hoe een ambtelijke organisatie in elkaar steekt. Ja, duidelijk ook afspraken gemaakt met de directie van ik ga niet rechtstreeks die organisatie in, maar via de directie zet je de lijnen uit. Kortom, een beetje structuur erin, omdat ik weet dat dat gewoon, als je bij een gemeente werkt, gewoon het prettigste ook is. Ja. Ja. Tjo, het is een wereld op zich, hè? Het is een wereld, gemeente, ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat je in situaties bevindt waarvan je nooit had gedroomd. Dat je daarin zou bevinden? Of valt dat mee? Nou ja, goed. Gedroomd is een groot... Genachtmerrie. Nee, je komt wel op, en dat is wel leuk, op plaatsen waar je nooit had gedacht dat je zou komen. Je krijgt uitnodigingen om eens bij organisaties achter de schermen te kijken. Dat is ook niet zo gebruikelijk. Nee. En je komt dus best wel op hele mooie plaatsen. Aan de andere kant is het ook zo dat je af en toe dossiers in handen krijgt. Waarvan ze zeggen, ja, er moet nu iets gebeuren, zeg het maar, hoe gaan we dit oplossen? Waarvan, zeker in het sociaal domein, waar je soms best schrijnende verhalen langs, want ook op Flakkee is niet alles roze geur en maneschijn. Er zijn er ook heel vervelende dingen. Mm-hmm. En daar word je ook mee geconfronteerd. Ja, ja. Ja. En je hebt dan een enorme verantwoordelijkheid. Ja. En kan je dat soms niet aanvliegen? Want je moet beslissingen nemen. Ja. Nee, ik denk dat als je dat niet in je hebt en dat niet durft, dan moet je ook niet op zo'n post gaan zitten. Nee. Dus en kijk, uit mijn voorgaande baan had je ook toch wel regelmatig dat jij een advies moest meegeven van nou, hoe gaan we dit verder organiseren. Dus nee, dat is niet zoiets waar ik nou heel erg voor wegloop. Plus, je hebt natuurlijk een ambtenarenkorps om je heen staan. Ja. Waar ik echt wel mee spar en ook hun adviezen wel vraag, want die zitten er echt al langer als mij en die hebben er soms ook wel meer verstand van dan dat ik zelf heb. Ja. Dus, dat is op zich al een goede eigenschap. Als je het is heel goed ontkennen, om met elkaar dat gesprek aan te gaan. Ja. Kijk, en wat je wel vaak aangeeft, nou, dit vind ik belangrijk, die richting moet het op. En nou, dan is het aan hun ook om daar een invulling aan te geven. Ja. Maar dat zijn de professionals in principe. Ja, ja dat is waar. Ik ga even jou... Hele lijst af, want het is nogal wat. Welzijn, cultuur en leefbaarheid. Ja.
Wist je van tevoren wat dat allemaal zou inhouden? Ja, want het, eigenlijk heb ik wel van tevoren gezegd dat ik graag die onderwerpen wilde doen. Ze hadden mij geen ruimtelijke ordening moeten geven. Zodra het over stenen en dergelijke gaat, en infrastructuur, mobiliteit, zijn prachtige onderwerpen. En we hebben er in het college ook vaak, hebben we het daarover, van nou, hoe ontwikkelt Goeree-Hoogvlakke zich? Maar dat is niet waar mijn passie ligt. Ik wil het graag over mensen zien. Dus je zal hebben. Dus je zal in heel veel onderwerpen die ik heb gekregen ook de mensen terug zien komen. Mooi. En dat is wel, ja, dat vind ik leuk. Ja, vind ik mooi. Hoewel het ook goed is dat er voor alles iemand is natuurlijk. Hè? Nou, en leefbaarheid, dat is echt wel een issue vanuit de partijen Vitale Kernen. Leefbaarheid hebben we het ook heel vaak over de kleine kernen op Goeree-Hoogvlakke. Ja. Die partij staat toch voor in ieder dorp proberen gemeenschapsruimte open te houden. Kortom, dat ook geborgd is in die kleine dorpen. En ja, mooi. Dat we niet alles centreren. Mm-hmm. Nou goed, dat is dan een item wat je uit je partij eigenlijk meeneemt. Dat probeer je ook uit te dragen. Overigens is het niet zo dat je als wethouder alleen maar continu jouw partijideologie naar voren kan brengen. En dat merk ik ook echt in dit college. We zitten iedere dinsdag bij elkaar als college en we hebben het erover wat denken we dat goed is voor Goeree-Hoogvlakke. Ja. En dan gaat echt de partijpolitiek soms wel eens naar de achtergrond. Uiteraard proberen je belangrijke punten wel eens naar voren te brengen. Die verliezen niet uit het oog, maar het algeheel belang gaat toch voor. Ja. Mooi. Kun je een kleine toelichting geven over waar het over gaat? WMO, Jeugd- en Participatiewet. Ja, dat zijn de WMO, dus de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dat gaat eigenlijk, hoe kunnen we mensen helpen die extra hulp nodig hebben? Dan moet je denken aan rolstoelen. Je hebt ook de traplift, maar mensen die op een gegeven moment niet meer thuis kunnen wonen, kunnen we die begeleiden, hebben die hulp nodig, is de dagbesteding, dat zijn al die onderwerpen. Jeugdzorg, nou dat gaat echt over de jeugd, tot 18 jaar, is naar de gemeente toegekomen, dat is landelijk nu ook enorm in de publiciteit. Ja, is het. Want er is een enorme groei in de jeugdzorg, met de bijbehorende kosten, want er is heel veel specialistische zorg ook voor, en dat is dure zorg. We hebben een gedeelte daarvan lokaal ingekocht, dus dat probeer je eigenlijk zo dicht bij je huis zoveel mogelijk te organiseren. Maar ja, je merkt zodra het wat specialistischer wordt, dan wordt er eigenlijk opgeschaald en dat hebben we ingekocht met de regio Rijnmond. Dus dat is een hele regio met Nissewaar doen we er heel veel samen. Rotterdam zit erin, eigenlijk alle de gemeentes in onze omgeving. Maar daar lopen de kosten echt behoorlijk op. En daar hebben we als gemeente natuurlijk ook mee te maken. Want ja, ik hoor regelmatig op de radio erover. Ja, dus we zitten nu landelijk een lobby toch wel richting het Rijk te doen. Van jongens, het is wel fijn dat wij de jeugdzorg mogen uitvoeren. En dat zal ook best de bedoeling zijn en beter zijn dat we het dicht bij huis organiseren. Alleen het moet wel betaalbaar blijven. Dus dat is nu een issue. Maar ja, aan de andere kant, als je het goed kan regelen, vlakbij huis, dan is dat natuurlijk het mooiste wat er is. Maar het is wel een hele complexe materie. Ja. En dan heb ik een vraag. Hè? Die jeugdzorg, dat gaat over jongeren, kinderen. Krijgen die ook een gezicht voor jou? Hebben die een gezicht? Niet allemaal. Maar je gaat meer over de situaties praten. Ja. Het Centrum Jeugd en Gezin heb ik bijvoorbeeld. Met de organisaties heb ik regelmatig overleg. Van waar lopen jullie nu tegenaan? Mm-hmm. Welke ontwikkelingen zie je voornamelijk? Maar het is niet zo dat ik krijg te horen, babytje A heeft dit en dat. Want dat mag in het kader van de wet op de privacy al geweest. Nee. Dus jij staat er wel op behoorlijk ver vanaf. Anders kun je ook heel moeilijk objectief besluiten nemen. Ja, kijk. Soms is het ook lastig, want je hoort natuurlijk wel eens vanuit de medewerkers van bepaalde casussen wat er speelt. En met name stel dat er echt iets urgents aan de hand is. En daar is heel snel plaats voor nodig. En er zijn gewoon wachtlijsten. Die hebben we op veel gebieden in Nederland, zijn die er. Mm-hmm. Ja, dan krijg je wel eens door, kan je nog iets betekenen daarvoor voor zo'n iemand? Ja, dat is ook vaak lastig, want die wachtlijsten zijn er niet voor niks. Nee.
En dan word je wel eens inderdaad met een echte, met de casus op zich geconfronteerd. Ja. Ja, en dat is zeker in het begin, maar ook wel blijvend, dat je denkt, tjoh, dat ook allemaal toch gebeurt. Hè, Flakkee. Ja. En dat had ik als gewone inwoner van Goeree over Flakkee minder in de gaten, moet ik eerlijk zeggen. En nu zie je eigenlijk pas wat er al achter op welke op zoveel gebieden zaken spelen. Ja. En daarom, ik heb ook schuldhulpverlening hebben we nu bijvoorbeeld als item echt opgepakt binnen de gemeente. Heeft de gemeenteraad ook toestemming gegeven om meer aan preventie te gaan doen. Want ik denk dat het goed is dat we op veel onderwerpen meer naar de voorkant gaan. Zo vroeg mogelijk erbij zijn. Want op Goeree over Flakkee merken we, is nog wel een beetje gebruikelijk van we hangen de vuile was maar niet buiten. Het gaat niet helemaal zoals het zou moeten, maar we zeggen maar niks. En dat is jammer, want op het moment dat je dan echt hulp nodig hebt, dan is het vaak al te ver, is het al geëscaleerd. Ja. Dus ik doe continu overal de oproep en ik doe me hier ook van, meld het zo snel mogelijk. Weet je, kom liever met kleinere dingen, hè, dat we aan de voorkant iets kunnen doen, als dat je al te ver laat gaan. Denk je dat het iets van het eiland is of is dat gewoon iets van de mens? Je wilt toch niet dat andere in jou... Ja, maar schijnt hier wel wat extremer te wezen. Ik was bijvoorbeeld bij de meldkamer, ook zo'n leuk onderwerp waar je dan ineens naar binnen mag kijken, in Rotterdam, waar de politie alle diensten zitten, zeg maar. Daar mocht je dan meekijken. En daar zeiden ze van de ambulance dienst, als er op Goeree over Flakkee, een melding van Goeree over Flakkee komt, dan gaan we, want dan weten we ook dat er iets aan de hand dat is. Dat herken ik. En dan zeggen ze, ja, als er in Rotterdam iemand verkeerd van de stoep afstapt, dan bellen ze ook, weet je wel. Ja, dat is dan. Maar hier is het echt altijd nodig. We gaan niet van tevoren zomaar roepen. Kan ik helemaal begrijpen. Ja. Maar goed, en op sommige onderdelen zou je willen dat er toch iets eerder geroepen wordt. Ja. Dus ja, die oproepen doen we eigenlijk continu. Ja, maar dat is heel moeilijk. Dat is moeilijk, ja. Niemand wil toch op zo'n manier zich laten kennen. Nee. Het is... Nee, dat snap ik ook wel. Maar het besef van misschien kan ik beter maar vroeg roepen en snel hulp aanvaarden. Als het laat escaleren op een gegeven moment. Ja. Maar dat weet je ook niet van tevoren, dat het gaat escaleren. Nee. Je blijft hoop houden, toch? Ja, dat is natuurlijk uiteraard, maar ja. Wow, dat vind ik wel een dingetje, hoor. Ja. Hè? Ja. Maar we gaan door met cultuur. Ja, cultuur, dat is een breed begrip natuurlijk. Op Flakkee krijg je steeds meer initiatieven. Dicus is eigenlijk iets waar heel veel cultuur is, maar je ziet het nu zich toch wel verbreden. Maar ja, het blijft een beetje op een bepaald niveau hangen. Daar zouden we eigenlijk best nog wel een keer een boost aan willen geven. Wat wel een heel mooi initiatief is Kunstkijk, wat nu de komende tijd gaat. Dat gaat ook echt over heel Flakkee zo'n beetje heen. Maar het is nog een beetje worstelen van hoe geven we hier nu nog meer invulling aan. En hoe ver moet je ook als gemeente daarin gaan. Hè? Want er zijn heel veel particuliere initiatieven, kunstenaars, noem maar op. Moet je als gemeente alles willen beïnvloeden. Kijk, dan is meer de faciliterende rol. En we hebben nu als gemeente de praat- en procesplaten als uitgangspunt. Dus we praten heel veel met andere partijen van hoe zien jullie het. Maar wij gaan daar niet echt meer richtinggevend in zijn. Wat me wel trouwens opvalt, je hebt die marketing, hè, die PR voor het eiland. Ja. Nou is het al een paar keer aangekaart, dat weet ik. Laat ook eens zien wat er aan cultuur is, wat er aan cultureel erfgoed is, wat er gedaan wordt. En dat pikken ze niet op. Nee. Nou, daar ben ik niet helemaal eens. Juist op cultureel erfgoed wordt er heel veel, heel veel gedaan. We hebben de erfgoedlijnen, die worden ook vanuit de provincie fors gesubsidieerd. Dus daar zit ook geld in. En je ziet nu hele mooie projecten toch al van de grond komen. Ja. Bij Dirksland liggen nu rondom de haven. Er zijn echt wel een hoop initiatieven. Maar ja, ik zal niet ontkennen dat af en toe ook nog wel wat beter en meer kan. Nou, ik heb het idee dat de mensen van die marketing er niet zo'n oog voor hebben. Ja, dat weet ik. Misschien wel voor die havenkanalen en zo, maar kunst,
blijft een beetje een stiefkindje. En dan heb ik het over... Ja. Kijk, zang is er heel veel. En daar is ook heel veel belangstelling voor. Maar er is natuurlijk veel meer. Ja. Nou, dat is een beetje... We hebben nu de tussentijdse evaluatie van het cultuurbeleid van de afgelopen jaren gehad. En daar, eigenlijk komen we daar ook tot de conclusie. Er is veel, maar het is wel veel van hetzelfde. Ja. De echte, zang en orgel nou, en zo, dat is nooit prachtig. Maar ja, er is niks mis mee natuurlijk. Nee. Maar ja, je zou ook misschien wat andere kunstuitingen wat prominenter willen zien. Maar ja, aan de andere kant, als er behoefte aan zou zijn, dan zou dat misschien ook wel wat prominenter naar voren komen. Dus ja. Nou, ik denk ook voor de mensen die overwegen om hier te komen wonen, daar zijn die filmpjes toch ook voor. Ja. He, of hier op vakantie te komen, of wat dan ook. Dat zijn vaak mensen die daar juist wel geïnteresseerd in zijn. Ja, ja. Dus bij deze, dat kwam er zo... Ja, weet je, ik heb nog een hele lijst. En je hebt al een heleboel verteld. Het streekmuseum overigens, de laatste tijd doet het echt goed. Geweldig. Ja, dus ja. Dat wil ik ook wel even doen. Want ja, we het dan is ook helemaal over cultuur waar. Hebben, dat, is helemaal daar waar. Zit echt de schwung ook goed in. Ja, ja, dat en, wordt ook heel goed met gedaan. Met mooie acties. En, ja. Dat is helemaal waar. En ik hoop dat die lijn met z'n allen blijven vasthouden. En ik moet je nu al gaan bedanken voor het gesprek. Nou, gaat het Volgens mij hebben we lang niet al Nee, onder... hebben we ook niet. Nou. Maar we hebben gewoon niet dan meer tijd. Dan houd ik op. En ik ga niet vragen of je nog een keer komt, want ik weet dat je een druk bezet man bent. Maar ik vind het heel fijn dat je even een inkijkje hebt gegeven in wat je doet. Ja, graag gedaan. En ik wens je ook... Heel veel plezier verder met het werk. En je straalt wel uit dat je het heel fijn vindt. Nou, dat en is dat is voor ons ook weer fijn. Mooi. Toch? Goed om te horen. Ja. Heel hartelijk bedankt. Dankjewel. Dit was de huiskamer. Wilt u zelf een keer komen praten of kent u iemand die iets te vertellen heeft? Mail dan naar huiskamergo@gmail.com. De huiskamer wordt uitgezonden door Slogo en terugkijken kunt u via www.huiskamervanflakke. Tot volgende week.